Van 25 tot en met 29 mei is weer de jaarlijkse Spa-regatta in Medemblik gehouden. Een ware invasie van zeilers en begeleiders uit vele landen was het gevolg. De haven van Medemblik werd geheel in bezit genomen door de boten in de 470-klasse en de grotere Soling. Maar dat niet alleen, want ook de binnenstad stond vol met auto's van de deelnemers, zodat voor een parkeerplek behoorlijk wat moeite moest worden gedaan. Een aanzienlijke verzameling nummerborden uit verschillende landen vormde een duidelijke aanwijzing voor de grote internationale belangstelling voor dit zeilevenement. Ook de pers van over de gehele wereld was aanwezig en voor hen was een speciale wagen ingericht met allerlei communicatiemiddelen. We zijn er in 4 jaar in geslaagd om het dusdanig te laten groeien dat het nu al te boek staat als het grootste zeilevenement in de Olympische klasse ter wereld. We hebben er dit jaar ruim 1100 deelnemers uit 35 landen. En dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de voor de hand liggende zeilnaties zoals de Europese landen en Amerika. Maar we hebben ook landen als Nieuw-Zeeland, Argentinië, Puerto Rico. Nou, uit alle hoeken van de wereld komen ze werkelijk hier naartoe. Dit jaar is de Spa-regatta des te belangrijker met het oog op de Olympische Spelen. Heel veel van de landen die hier meedoen, die gebruiken het als een laatste selectie voor de Olympische Spelen. En voor sommigen waar het vast staat, is het een lekker oefening in het water bij Medemblik? Absoluut. Ze hebben weer de kans om zich nog eens te meten met de top van de wereld. Dus nog eens toetsen hoe het erbij staat allemaal met die ontwikkelingen. Want het gaat ook in de zeilsport gaat het erg hard. Nieuwe ontwikkelingen via automatisering, technische toestanden en alles. En dit jaar in het Olympisch jaar is het elke gelegenheid grijpen de toppers aan om zich nog eens met elkaar te meten. De Spa-regatta bestaat uit diverse wedstrijden in 7 Olympische klassen. Laten we ze eens bekijken. We beginnen met het windsurfen. Op dit onderdeel wist de Oerinees Stefan van den Berg op de vorige Olympische Spelen voor Nederland een gouden plak te bemachtigen. Stefan surft tegenwoordig in het profcircuit, zodat nu anderen moeten zorgen voor Nederlands amateursucces. Er wordt tegenwoordig gevaren met een zogenaamde rondbodem, de Leschner in plaats van de windglider, op welke plank tijdens de Spelen van Los Angeles werd gesurfd. Het deelnemersveld bestaat uit dames en heren die in aparte wedstrijden vlak voor de kust van Andijk strijden om de overwinning. Een andere eenpersoonsklasse wordt gevormd door de Finjol, een vrij kleine zeilboot met een in verhouding groot zeil. Deze boot is niet gemakkelijk te zeilen en is het meest geschikt voor de zware jongens onder de zeilers. Een bemanning van 2 personen vinden we onder andere in de Flying Dutchman, een razendsnel schip naar een uit 1951 daterend Nederlands ontwerp. Door met de technische ontwikkelingen in de tijd mee te gaan, heeft dit schip zijn moderne karakter behouden. Een heel ander type boot met 2 bemanningsleden is een katamaran, de Tornado, die van alle Olympische klassen de hoogste snelheden kan bereiken. Nederland kent hierin internationale toppers, zoals de gebroeders van Bladel. Een van de boten die al heel lang op de Olympische Spelen meezeilt is de Star. Het is een boot met een knikspantromp en een vaste kiel waarop een enorme hoeveelheid zeil wordt gevoerd. Ook dit is een 2-persoonsboot. De grootste boot die meevaart heeft 3 bemanningsleden aan boord en komt uit in de Solingklasse. Het is een groot, kostbaar schip. De Solingklasse bevat dan ook minder deelnemers dan bijvoorbeeld de populaire 470-klasse die de meeste boot op het water brengt, verdeeld over dames- en herenteams. Thank you.
In de 470-klasse doen ook twee Medemblikse deelnemers mee. Het echtpaar Henneke en John Stavenhuyt. Beiden behoren al jaren tot de nationale en ook internationale zeiltocht in deze klasse. Hier zien we de combinatie Stavenhuyter-Kramer met zeilnummer 911 midden in het strijdgewoel. Hoe verloopt de Sparregatta tot op dit moment? Ja, wij zitten rond een 20e plaats gevaren momenteel. Misschien nemen we te weinig risico of we zien net niet op de juiste momenten de goede winddraaiingen. Het zijn toch 80 boten uit zeg maar heel de wereld. En ja, we proberen gewoon zeg maar tussen het veld door te zeilen en ons zo goed mogelijk te verdedigen op wat er achter ons zit. En beetje bij beetje naar voren te schuiven. En dat gaat erg moeizaam. Dus niet alleen die winddraaiing, maar ook je bootsnelheid. Hij is technisch erg goed, dus nou, dan pik ik dat weer een beetje bij hem weer mee. Het heeft zoveel facetten, dus hoe meer je ermee bezig bent, hoe groter je kans wordt dat je internationaal steeds in het algemeen meedraait en dan hoog scoort. Jullie beiden zijn nog steeds amateurs, begrijp ik nu, hè? Ja, wij zijn echt amateurs. Ja. En gaan nooit op vakantie? Nee, gaan nooit op vakantie. Nee, het cafébezoek staat op nul. Staat op helemaal nul, ja. Praktisch nul. Eten jullie nog thuis? Ja, dat doen we altijd thuis. Altijd. We wonen hier toevallig, dus dat is heel mooi, hè? Ja, natuurlijk. Nee, jongens, ik wens jullie voor de komende dagen, de twee... Jij moet er nog drie, geloof ik. En Henneke moet er nog twee. Of zijn jullie nou? Ja. Nee, jullie moeten er nog drie, hè? Erg veel succes. We zullen het blijven volgen. En aan het eind zullen we de klassementen opmaken. En na de Sparregatta ook nog erg veel succes. Het was gedurende de wedstrijden op het water lang niet altijd aangenaam vertoeven. Zoals onze cameraman bemerkte na de start van een wedstrijd in de 470-klasse. De regen kwam werkelijk met bakken uit de hemel en er was veel wind. De deelnemers dwingen onder die omstandigheden in hun vrij kleine boten respect af voor hun verrichtingen. Ook al werkte het weer dan niet altijd mee, het waren weer mooie wedstrijden op het IJsselmeer voor Medemblik en aan dijk. Want alhoewel de Sparregatta bekend staat als een Medembliks evenement, is ook een groot aandeel in het geheel voor aan dijk weggelegd. Zo vinden vele boten zoals de Tornado, Star en Flying Dutchman een plekje in en rond de jachthaven van aan dijk. De Sparregatta is in de afgelopen 4 jaar uitgegroeid tot het zeilevenement voor Medemblik, West-Friesland en de rest van Nederland. De plannen voor volgend jaar zijn alweer klaar. Dus op naar 1989. De wereld weet waar Medemblik ligt nu. De wereld weet waar Medemblik ligt. Dat wisten de zeilers ook al. Maar door zo'n groot evenement en ook door gelukkig de hoeveelheid media-aandacht die we nu ook krijgen voor de zeilsport, weten dus niet alleen de zeilers het, maar ook niet-zeilers. Ik wens je erg veel succes de komende dagen. Dank. Ja.